dat het hele politieke stelsel en zo'n verkiezingscampagne, dat het haak staat op deze tijd. Want deze tijd gaat over verbinden. Dus het gaat niet meer over winnen, het gaat niet meer over ego's, het gaat niet meer over willen scoren. Het maakt eigenlijk niet uit of je in het park een wolkenkrabber neerzet of een klein paviljoentje. Er zijn dezelfde formulieren voor en procedures. En dan merk je dus dat er twee werelden naast elkaar bewegen. Voordat je die werelden op elkaar hebt afgestemd, is dat is een hele klus in de dagelijkse praktijk. Wij zijn doeners en wij zijn geen politici. Nu het crisis is, gaat het natuurlijk veel meer om samenwerken en verbinden en samen je inzetten voor het maatschappelijk belang. Wat ik vaak bij de gemeente zie is dat ze wel weten dat beter werkt, maar dat ze soms niet de handvaten hebben om het op die manier aan te pakken, omdat ze zo ver afzitten van de dagelijkse praktijk. Ik denk dat we de gemeente altijd nodig zullen hebben en de politiek ook. Maar ik denk wel dat we elkaar nog veel meer kunnen vinden. Dat je af en toe kan zeggen, maar natuurlijk bewoner, natuurlijk ondernemer. Wij willen dat jij de stad mooier maakt. Ga je gang.